En de delegatie van Paramakanse gezagdragers die in november naar Ghana is afgereisd, is niet omgekocht door Newmont Suriname. Dit benadrukt hoofdkapitein Walter Doudou tegenover onze nieuwsdienst. Hij reageert hiermee op geruchten die beweren dat de reis van de 10-man tellende delegatie is gesponsord door de multinational, zodat het traditioneel gezag zich minder kritisch opstelt tegenover het bedrijf. Het bezoek was een initiatief van het traditioneel gezag en is gefinancierd door Newmont Suriname. Met name bondsvoorzitter Murray Leeflang had moeite met deze trip. Tijdens een recente kroete op Lange Tabiki heeft de bondsman flink uitgehaald naar het bedrijf en de mensen die zijn afgereisd. De Charungo Koiri naar Ghana toch, merkte Leeflang op. Doudou zegt echter het tegendeel. Volgens hem was het bezoek enkel bedoeld om kennis uit te wisselen met gemeenschappen in Ghana. Dit vanwege het feit dat die mensen met ongeveer dezelfde uitdagingen te maken hadden in het verleden. De hoofdkapitein ligt daarom niet wakker van de beschuldigingen. De standaard heeft mijn takeren dat mijn broek mee naar de standaard. Omdat alles maar op een mening, alles maar in een eigen opvatting. Dus mijn go in tap de sani. Wansani, belangrijk gimme, de info sami be op van Noudou. San unu be op van Noudou dan, lek gemeenschap. U vinden en die u kon u spelen door naar een gemeenschap. Doudou zegt verder dat het bezoek heel leerrijk was. De delegatie heeft volgens hem met name over het milieu veel informatie ingewonnen. Moro furu over het milieu, de milieuaspecten van het milieu, van imgo om naar het milieu tijdens een operatie voor het bedrijf. Dus we vinden informatie daarover, over een opslag voor chemische stoffen voor aan een lek uit go in het milieu. Alle de info dat u vindt. En ook toe, sang dins ma fini uit het bedrijf, sang de bouw op tijdens het bestaan voor het bedrijf in den kondre. Alle de info de, den juno. En we maken gebruik voor den toe. En ook toe a relatie, a communicatie tussen a bedrijf en a densma. Of een info, a communicatie boom, de boom roko. Ja, en ook toe over de area, de reclaim area, pedem a bedrijf roko psa, de douan herbeplanting en de bewijzen, de techmateriaal, monster, de Chagona laboratorium. Tot zover hoofdkapitein van Lange Tabiki, Walter Doudou. Hij spreekt beschuldigingen over zijn recente trip naar Ghana tegen. De hoofdkapitein is samen met een delegatie op kosten van Newmont afgereisd naar dat land. De reis is volgens hem geen omkoping door Newmont Suriname.